Ik ben Thomas, ook een van de monitoren van BoardX. En we zitten hier nu eigenlijk halfweg tussen het strand en het kamp. Van hierboven zie je ook altijd goed hoe dat de golven binnenkomen, of dat de golven goed zijn, hoe diep dat ze breken. En hoe ver dat ze doorbreken, rollen ze mooi af. Dus dit uitzicht heeft absoluut zijn voordelen. Elke dag zijn er tegen 3 uur op de middag strandactiviteiten. En deze zijn voor iedereen die wil eigenlijk. Het zit zo BoardX dat niemand verplicht is om iets mee te doen. Als je zin hebt om een activiteit mee te doen, doe je mee. Als je geen zin hebt, doe je waar je wel zin in hebt. En mogelijke activiteiten zijn bijvoorbeeld baseball op het strand, beachvolleybal. Soms is dat extreme petank. Soms is dat spelletjes in de branding, in het water. Bijvoorbeeld rugby in de branding. Ik denk dat mijn favoriete activiteit enerzijds beachvolleybal is, omdat ik zelf volleybal speel, vind ik dat altijd wel leuk. En anderzijds het avondsurfen, dus elke woensdag hebben we avondsurfen, dan eten we op het strand en daarna gaan we nog eens in het water. En het leuke aan avondsurfen is dat de wind meestal gaat liggen en dat we dan eigenlijk clean golven hebben, dus dat de golven goed afrollen, dat je mooi ziet waar moet ik gaan liggen. En dat zijn altijd de tofste sessies. Wat ik het leukste vind aan dit surfkamp of aan BoardX is dat je, om het gemakkelijk te zeggen, het leven is hier simpel. En je moet niet te veel nadenken, je vergeet even alles wat je thuis hebt en heb je weinig zorgen. En dat is het leuke, je hebt hier weinig zorgen. En Zarhout hier, het uitzicht, wil dat ook uitdrukken, je hebt hier een zalig leven.